Goedemorgen, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Boven Nederland zien we wolkenvelden en die bewolking die is een groot deel van de dag aanwezig. Het gebied met bewolking trekt van noord naar zuid en er is weinig ruimte voor de zon, alleen vroeg in de ochtend in het zuiden nog even. Er komt ook wat nevel en mist voor, maar dat lost in de loop van de ochtend op. Temperaturen halverwege de ochtend 4 à 5 graden, vanmiddag wordt het dan 8 tot zeer lokaal 10 graden en we verwachten wel dat in de loop van de middag vanuit het noorden weer wat ruimte komt voor de zon. Blijft vandaag droog, dan waait een matige noordoostenwind. Vanavond breiden de opklaringen zich uit. In de nacht gaat het dan overal weer licht vriezen. Morgenochtend beginnen we met een paar wolkenvelden, maar die lossen in de loop van de ochtend op en daarna krijgen we vrij zonnig weer. Opnieuw een droge dag, maar wel bij een stevige noordoostenwind, windkracht 4 soms windkracht 5. Temperaturen daardoor maximaal 8 à 9 graden en het zal nog wat koeler aanvoelen. De donderdag wordt veel aangenamer. Opnieuw volop zonneschijn, maar minder wind en daardoor temperaturen van 10 naar 11, lokaal 12 graden. Vanaf vrijdag draait de wind naar het noorden tot noordwesten en dan komt er vanuit het noorden meer bewolking aan. In het weekend kan daar misschien een spatje motregen uitvallen. Ik ben Michiel Severin van Weerplaza.nl